Nou, ik ben Jos Beks, je bent hier bij Change Hairstyling in Vught, dat is een kapsalon. Wij zitten ook nog in Boksel en we zitten ook in Rosmalen. Change Hairstyling, gesprek met Doreen, goedemorgen. Mijn vrouw is eigenlijk de aanstichter, die is in 2007 de eerste eigenaar van het bedrijf. Ik ben daar 7 jaar later pas bijgekomen, in 2010 ongeveer. En inmiddels 8 jaar doen we met z'n tweeën, zijn wij, ik voor de commerciële kant en zij voor het knippen. Ik knip zelf niet, klein schaar die ik van spak is nergens schaar, zeg ik altijd, ik kan niet knippen. Ik ben zelf ICT'er van beroep, dus ik zorg ervoor dat de ICT kan automatisering en digitalisering hier binnen het bedrijf geregeld wordt. Alles wat we verbruiken in de salon wordt automatisch van de voorraad afgetrokken. En op het eind van de dag wordt er gewoon gekeken, automatisch door ons systeem, hoeveel heb ik er? Die schiet die voor 5 uur in bij onze leverancier. En de volgende dag om 9 uur komt de postbode weer met het pakketje met de nieuwe producten. Wij denken onszelf te onderscheiden doordat we veel met de data doen die we genereren uit alle digitale systemen die we hebben. En daardoor kunnen we ons bedrijf anders aansturen, kunnen we anders naar onze klanten kijken, waar ze vandaan komen, hoe we ze het beste kunnen behandelen, maar ook hoe we ons personeel het beste kunnen inzetten. Zodat de dames of de heren die onze klanten knippen, maximale tijd kunnen besteden aan de klant zelf. Dat is het belangrijkste. De systemen die we nu aan het maken zijn, die zijn ook vrij klein en die geven nog niet alles weer wat ik graag zou willen zien. Dat je dingen ziet waar een heleboel mensen in de branche zelf nooit over na hebben gedacht. Van goh, zit er een relatie inderdaad tussen iets geks zoals een bushalte die voor je salon staat of vakantieritme van bepaalde mensen met jouw afspraakstem. Ik denk dat dat heel belangrijk is en ik denk dat als je dat hebt uitgevonden en dat ziet, dan kun je je bedrijf naar een totaal ander niveau brengen. Als ik zondagavond op de bank zit, dan denk ik altijd, oh ja, wat ga ik morgen doen? En ik denk dat er bij een heleboel mensen, sommige mensen die ik ken in ieder geval, die zitten op zondag niet op de bank van, ik ga morgen wel lekker werken. En dat heb ik wel.